Ja, goedemorgen. Het is zondag 22 september en je luistert of je kijkt naar de dagelijkse podcast van Voetbal International genaamd VIZSM. Wij gaan het laatste voetbalnieuws bespreken. Mijn naam is Matthijs Vechter en ik heb vandaag verslaggever Chris Tempelman aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is zondagochtend inmiddels. Gisteravond was jij aanwezig in het stadion bij RKC Waalwijk tegen Sparta Rotterdam. Als we het even over de wedstrijd hebben. 1-2 voor Sparta. Opnieuw geen punten voor RKC Waalwijk. Wat komt RKC tekort, Chris? Ja, gisteren niet zoveel in alle eerlijkheid. Dat was zeker de tweede helft, de beste tweede helft die we van RKC gezien hebben dit seizoen. Misschien zegt dat al genoeg, want zo geweldig was het ook weer niet. Maar wel vol strijd, passie, energie. En met name vorige week uit bij Willem II misten we dat nogal. Want dat werd eigenlijk vrij kansloos naar de slagbank geleid daar. En in andere wedstrijden ook. Dus ja, gisteren, dat gaf wel een klein beetje hoop. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik had ze wel een puntje nog niet eens gegund. Ze hadden wel recht op een puntje eigenlijk in die wedstrijd. Dus dat is wel het positieve van het verhaal. Ja, wat ze missen is scorend vermogen. Dat zie je wel. Dat is echt wel een dingetje. Ja, en achterin is het ook niet al te safe. Het is gewoon een matige eredivisie selectie, als we heel eerlijk zijn. En ik denk niet dat het de enige matige eredivisie selectie is. Ik denk dat er nog wel wat ploegen zijn. Maar je loopt inmiddels wel behoorlijk achter de feiten aan met een hele lelijke 0-6, zoals dat heet. En dan moeten we het nog maar niet hebben. Want eigenlijk misschien juist wel over het programma voor de komende 3 wedstrijden. Je had natuurlijk ook een antwoord op de vraag wat miste RKC Waalwijk door Mohamed Iataren te zeggen. Had je dat gewild of had je het verwacht? Het was misschien een iets te makkelijke inkopper geweest. Ja, ik weet ook niet of dat zo is of ze dat missen. Ik heb geen idee hoe Iataren ervoor staat. Nee. We hebben natuurlijk van de week alle verhalen gelezen. Het hele charme offensief was al ingezet vanuit het... ik wou zeggen het kamp Iataren. Maar ik geloof dat het inmiddels een dorp of een stad is met alle mensen eromheen. Ja. Ja, ik heb geen idee. Hij was erbij natuurlijk, gisteravond. Ja, hoe was dat? Hij was er gisteren ook, hè? Gisteren kwam hij aan. Ja. Het was ineens heel druk op de parkeerplaats. Allerlei jongetjes en mensen met camera's en notitieblokken voor de handtekeningen en de foto's. Dus populair is hij sowieso. Ik heb niet het idee dat hij als verlosser beschouwd wordt. Omdat mensen ook gewoon nog niet weten hoe hij ervoor staat. Ik vroeg het gisteren nog aan Henk Vreese. Wanneer gaan we hem echt zien? Waarbij de knipoog was. Jeppe was het goed is al gezien. Maar wij bedoelden natuurlijk op het veld. Wanneer gaat hij echt wat bijdragen? Ja, Vreese roept dan zo snel mogelijk. Omdat ik zie dat hij er gewoon goed voor staat. Dat moesten we van hem aannemen. Hij heeft echt wel hard getraind. En schijnt heel erg dicht tegen het wedstrijd fit aan te zitten. Ja, ik vind het opmerkelijk. Zeker, maar dat heeft er natuurlijk alles mee te maken dat we al een paar keer gezien hebben dat dat niet zo is. En dat hij toch weer terugviel en toch nog de Iataren was met alle problemen die met zich meetorsten. Dus dat is heel moeilijk te geloven, ook voor de neutrale mensen. Zo zijn wij ook in Nederland natuurlijk. Hè. We willen het eerst zien en dan geloven. In plaats van eerst geloven en dan zien. Maar ja, je gunt die jongen het beste. Je gunt de RKC het beste. En als Iataren de vorm kan hervinden, kan terugvinden die ooit had... Ja, dan is het voor RKC een prima speler natuurlijk. Dan voegt hij wat toe. En vergeet niet, RKC is wel een club waar spelers met krasjes zich wel regelmatig opgekrabbeld hebben. Dus wat dat betreft denk ik dat dit bijvoorbeeld voor Mo Allag, de grote Mo-show noemen we het in Waalwijk inmiddels al. Mo en Mo, de eerste doelpunt te maken van Sparta was trouwens ook een Mo, maar dat is even een zijstapje. Goeie goal trouwens. Ja, Mo Nasso. Maar dat was, ik denk dat het voor Mo Allag wel een soort prestigeproject gaat worden om dit ook voor elkaar te krijgen. En dat doet hij natuurlijk niet zelf, dat zal met name Iataren zelf moeten doen. Ik had wel mijn twijfels toen ik het hoorde over de combi Vreese-Iataren. Ik zie dat nou niet 1, 2, 3 als een trainer en een speler die met elkaar dit eventjes voor elkaar gaan krijgen. Hè. Dat heeft ook te maken met dat Vreese best wel direct in zijn communicatie is. Dat Iataren dat misschien niet altijd even prettig vindt. Als ze allebei hun lessen geleerd hebben, dan zou het kunnen. Maar ja, eerst zien dan geloven. Hè. We blijven altijd sceptisch. Ja, maar wat je zegt, inderdaad, zou RKC Waalwijk misschien wel eens de perfecte club kunnen zijn voor Iataren om enigszins in de luwte nog aan zijn comeback te werken. Ja, dat in de luwte, dat is het inderdaad. En RKC, dat is volgens mij de meest ideale eredivisieclub voor de situatie van Iataren. En het is natuurlijk ook heel top van hemzelf dat hij inziet dat hij bij zo'n club, en dat bedoel ik met alle respect, maar bij zo'n kleine club in de luwte aan die comeback wil werken. Wat me dan wel weer opvalt, is dat hele circus eromheen.
familie, advocaten, noem het allemaal maar op, al gelijk weer gaan lopen roepen van Iataren is goed, Iataren kan Oranje nog halen, hij is nog jong, dit en dat. Hou nou even je mond en laat die jongen gewoon even lekker zijn ding doen. En of hij dan binnen 1 of 2 weken of 3 of 4 weken of misschien een maand of 1,5 maand op het veld staat, hou hem nou even uit die schijnwerpers. Natuurlijk was het van de week even Circus Mo in Waalwijk. Tuurlijk, mag ook even. Ja, mag ook even. En dat gun je hem. Hij deed het ook hartstikke goed en ontspannen. Zoals hij dat gisteren deed, deed hij dat vrijdag ook. Hij staat er zelf volgens mij goed in. Maar laat hem nou even. Ga er nou geen druk op leggen. Dat komt allemaal wel. En als het dan eenmaal lukt, ja, dan heeft RKC nog een kans. Want zo is het ook wel weer. Het is natuurlijk een voetballer die normaal gesproken qua niveau niet bij RKC hoort spelen. Nee, dat is inderdaad zeker waar. Jij had het al over het programma van RKC Waalwijk de komende 3 wedstrijden. Thuis tegen Ajax, uit tegen Utrecht en thuis tegen Twente. Heb je even gezocht, ja? Ik heb het even opgezocht, ja. Ik denk, dit gaat niet makkelijk worden voor RKC in ieder geval. Nee, het wordt pittig, het wordt lastig. Dat zei Frezer ook. En dat heeft natuurlijk ook te maken. Natuurlijk gaat het ook over de positie van Frezer. Daar ging het deze week over. Totdat het nieuws van Mo naar buiten kwam en dat eigenlijk een beetje naar de achtergrond gedrongen werd. Misschien wel een prima afleidingsmanoeuvre. Er werd op een gegeven moment groot nieuws aangekondigd. Nou, dat was niet het ontslag van Frezer. Ja, daar is ook nog geen sprake van, heb ik het idee. En ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik vraag me af, zeker met het signaal van gisteren, hè, dat de ploeg echt wel wilde, de ploeg echt wel strijd leverde, er echt wel wat in zat. En als dat niet zo had geweest, had het een ander verhaal geweest, denk ik. Maar ja, moet je nu iets doen als club met deze 3 wedstrijden voor de boeg? Want elke trainer die gaat daar een hele pittige serie krijgen. Ik denk ook niet dat je iets moet doen als je deze 3 wedstrijden verliest. Het gaat om die 2 wedstrijden die hierna komen. Die heb je nog niet gespiekt, denk ik. Of wel? NAC en Almere. Heel goed, heel goed. Nee, maar dat is het. Daar ligt het, hè? Ja, daar moeten punten gepakt worden. En misschien is dat wel het ideale moment om, ik weet niet hoe ver die is, hè, nogmaals, maar als hij zelf zegt zo ver te zijn, misschien is dat wel het ideale moment om Iataren erbij te gaan betrekken. Er zit nog een interlandperiode in, dus voor mij ben je dan een maandje verder. Nou, ik denk dat dat het moment is om dan, misschien is dat laat, want je hebt kans dat je met 0 uit 9 staat. Hè? En dat staat heel lelijk, ja, en dan wordt het pittig. Maar dat weten ze allemaal in Waalwijk. Ja, en het ontslag van de trainer is niet altijd de oplossing, hè? Dat weten we ook allemaal. Nou ja, ik denk dat het zelden een oplossing is. En zeker in dit verband, er is van alles aan te merken op de selectie, op Frezer, op de resultaten, noem het maar op. Ik denk dat je er zeker gezien de omstandigheden, Iataren net binnen, een goed gesprek met Frezer gehad. Dat hoort ook bij die voorbereiding. Dan denk ik van ja, dan heb je er ook niet zoveel aan om daarna gelijk iets te gaan doen. En met dit programma. En met het signaal. Ik denk dat het belangrijkste is het signaal dat de spelersgroep gisteren afgaf in die wedstrijd om te willen knokken voor zichzelf. Ook voor de trainer, want zo werkt het ook. Zij weten ook hoe het werkt. Ik denk dat dat een goed signaal is en dat dat geen punt opleverde. Dat is sneu, maar het worden pittige weken. Het blijven pittige weken daar. Ja, dan gaan we even naar de andere wedstrijden die gisteravond gespeeld werden. Bijvoorbeeld FC Utrecht tegen Willem II. Dat werd 3-2. Ja, Ron Jans, trainer van FC Utrecht, zei na afloop, ja, ik ben eigenlijk helemaal niet blij met het niveau wat we laten zien. Maar we pakken de punten en dat is ook wel eens lekker. Dat zei je met een hele brede glimlach. Ik wou ja, en terecht zeggen, natuurlijk, dat toch? Dat kan je lachend zeggen dan natuurlijk. Hè? Ja. Die punten binnenharkt. Natuurlijk. Ja, nou ja, uiteindelijk gaat het om punten. Daar heeft hij natuurlijk gelijk in. Ik weet niet of je dat dan moet zeggen. Op dit moment kan je ook op een andere manier doen. Maar ja. Nee, Utrecht speelt volgens mij nog niet echt het voetbal wat Jans wil zien. Dat zag je tegen Willem II ook weer. Ik zag Viergever nog schutter achterin. Dat zag er wel heel kolderiek uit bij die tweede goal van Sandra. Ja, maar Utrecht doet wel mee. En dat is in de afgelopen jaren natuurlijk ook wel anders geweest. Hè? In de afgelopen jaren was de start van Utrecht misschien voetballend niet eens zo heel slecht. Maar leverde het geen punten op. Dus wat dat betreft heeft Jans wel begrepen wat er moest gebeuren in de eerste 6 wedstrijden daar. Ja, 5 gespeeld, 13 punten. Derde plaats op dit moment. Ja, dat is heel netjes voor FC Utrecht. Het moment dat ze over Europees voetbal beginnen, nadert alweer. Want dan beginnen ze altijd vroeg in het seizoen over. Hè? Oh, wanneer gaat het gebeuren, denk je? Oktober, november? Volgende week. Volgende week. Hey, hadden we nog meer wedstrijden? Je hebt het over foutjes natuurlijk. Hebben we ook gezien bij NEC tegen Heracles Almelo. Ja. Van Gassel zag het daar niet heel erg lekker uit. Maar voor Heracles een 2-1 overwinning, die was wel welkom, hè? Ja, die was heel welkom. Ik zelf zie Heracles als een van de minste ploegen in de Eredivisie, als ik heel eerlijk ben. Niet alleen op basis van wat ze hebben, maar ook op basis van wat ze hebben laten zien in de wedstrijd tot nu toe. Ja, dan zijn dit soort punten bij NEC heel welkom. Ik herinner me Excelsior vorig jaar nog, die ook in de beginfase 3 punten bij NEC wegkaapte. Daarmee wil ik niet zeggen dat Heracles hetzelfde overkomt als Excelsior. Dat staat natuurlijk los van. Maar het is een knappe overwinning, zijn knappe punten. Ik denk niet dat er heel veel ploegen bij NEC winnen dit seizoen. Want die zijn thuis toch best wel, met het fanatieke publiek erachter, zijn thuis best wel aardig. En valt me eigenlijk wel tegen van NEC dat ze die wedstrijd niet winnen.
Ja, en dat valt misschien ook wel tegen van Ajax, dat gisteravond op bezoek ging bij Go Ahead Eagles. Wat is dat toch met Ajax en Go Ahead Eagles? Van de laatste 7 wedstrijden maar 6 keer gewonnen. En dan kun je met recht zeggen dat het een angstkekener begint te worden. Zelfs onder Erik ten Hag was het al altijd problemen daar in Deventer. Op zijn Italiaans een angstkekener, hè? Ja. Nou ja, gisteren komt Ajax gewoon met de schrik vrij nog, Chris, toch? Ze komen gewoon goed weg. En dat heeft te maken met die niet gegeven penalty uiteraard, maar ook met het spelbeeld. Ja. Op het einde was Ajax nog wel even dreigend, vond ik. En dan kan die ook zo nog maar vallen, maar ik denk dat ze goed wegkwamen als je de kans over de hele wedstrijd ziet. Het was gewoon een heel matige Ajax, die het inderdaad altijd moeilijk hebben bij Go Ahead. En ik wou eigenlijk beginnen over het is altijd moeilijk bij Go Ahead, maar ze hebben het volgens mij ook moeilijk thuis tegen Go Ahead. Zeker, ja. Dus het zal ook met de spelopvatting van Go Ahead Eagles te maken hebben die ze in problemen brengt. De manier van druk zetten, de manier van Ajax aanpakken. Ja, dat heb je er wel eens tussen zitten, hè? Dat er tegenstanders zijn die je gewoon niet liggen. En dat je dan heel makkelijk over, wat was het van de week, van Fortuna Sittard. Daar hebben ze volgens mij nooit moeite mee. Nee. Of zelden moeite mee, laten we het even netjes zeggen. Maar ja, Go Ahead gewoon knap. 1-1. En nogmaals, dat is altijd voor Go Ahead denk ik wel heel dubbel ook. Zag je in de afloop bij de Go Ahead spelers en de trainer. Hè? Die waren best wel blij met een puntje. Maar hadden ook zoiets van, ja, maar dit hadden we ook kunnen winnen. En dat zegt eigenlijk veel over het Ajax van gisteren, denk ik. Ja, zeker. Ja. Ik hoorde Farioli nog na afloop. Die zei, ja, we konden eigenlijk niet mee met het vechtvoetbal, het vechtvermogen van Go Ahead Eagles. Dat is eigenlijk toch best wel kwalijk als een trainer dat zegt over zijn eigen ploeg, toch? Of hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, dat vind ik ook. Dat is een hele kwalijke conclusie. Want dat betekent dat je er dus niet aan toe bent om dit soort wedstrijden tegen dit soort ploegen die intensiteit brengen, die energie meenemen, dat je daar niet op voorbereid bent, dat je die niet aan kan. En ik geloof niet dat dat zo is, want ik heb ze in Europa ook wedstrijden zien spelen waarin ze dat ook wel nodig gehad hebben. Mm-hmm. Dus ik denk gewoon dat het een kwestie, ja, onderschatting mag je het nooit noemen. En dat is Ajax is helemaal niet in de positie om wedstrijden te onderschatten. Maar ik denk toch dat er een bepaalde, je zag het van de laatste weken ook weer, het ging wel weer aardig. Het was aan het opkrabbelen. Ja, dan toch weer zo'n knauw krijgen. En met Weghorst in de basis volgens mij, als ik het goed gezien had. Zeker, ja, klopt. Ja, ja dat valt dan ook tegen. Want en dan denk je toch dat hij voor die eerste goal, dat is hij ongetwijfeld voor gegaan, maar dat hij die ook gaat maken. Ja, dan is het toch een tegenvallend resultaat. En dan mogen ze toch weer even terug naar de tekentafel, denk ik. Om tegen dit soort tegenstanders, wordt er misschien wel iets anders gevraagd dan het lekkere voetballen. Wat er natuurlijk ook nog helemaal niet in zit, want ze hebben nog heel veel stappen te maken, denk ik. Nee, absoluut. Ja, Farioli noemde het zelfs ook de slechtste wedstrijd onder zijn leiding. Ajax dan moest ik wel gelijk aan de nederlaag bij NAC denken. Dan denk ik van, dat volgens mij ook niet. Nee, dat klopt. Dat klopt. Oh. Eentje staat op 1, de ander staat op 2 waarschijnlijk. En dan wordt Ajax uiteindelijk toch nog weer gered door Davy Klaassen. Hij wordt natuurlijk missen 1-0 genoemd. Maar goed, hij maakt nu dan het eerste doelpunt voor Ajax. Ook geen toeval dat hij het dan uiteindelijk doet voor de Amsterdammers natuurlijk. Maar het zegt ook wel iets dat hij het moet doen. Hè? Het gebrek aan creativiteit bij Ajax blijft gewoon natuurlijk nog een probleem. Bertrand Traoré startte deze wedstrijd tegen Go Ahead. Laat het dan uiteindelijk ook gewoon niet zien. Zo eerlijk moeten we zijn. Mika Gos is misschien nog niet ver genoeg om het op een constant niveau te laten zien. Kan je ook niet verwachten van zo'n jongen, denk ik. Kan je ook niet verwachten van zo'n jongen inderdaad. Maar goed, je speelt donderdag natuurlijk nog wel in de Europa League tegen Besiktas. Dan weet Ajax natuurlijk ook dat het anders moet. Tegelijkertijd moeten we natuurlijk, zoals je zei, ook de complimenten geven aan Go Ahead Eagles. Dat het gewoon uitstekend voor elkaar heeft. Het countervoetbal volgens mij echt wel heel erg goed beheerst. En, ja, je haalde het al, en je haalde het al even aan. Ja, ze hadden gewoon een strafschop moeten krijgen. Ja, toch? Want jij begon net met ze werden gered door Davy Klaassen. Toen dacht ik even van, bedoel je dat hij die bal met zijn hand uit doel sloeg? Ja, nee, ze wat een dubbele betekenis. Ze werden gered door Stam Teuber, de VAR van dienst. Ja, dit was voor 100% penalty. Ik denk zelfs, volgens mij, maar dat is lekker makkelijk achteraf, zag ik het gelijk in de eerste keer. op beeld dan. Ja, dat was gewoon een blok met... Nou, je hebt verstand van scheidsrechterszaken, maar dit had iedereen kunnen zien natuurlijk. Ja, maar verstand van scheidsrechterszaken voor te hebben, want dit is gewoon een onnatuurlijke houding. De handen gaan naar de bal, je voorkomt het schot op doel. Ja, dit is gewoon 100% penalty. Ik zag niet goed hoe de scheidsrechter nachtegaal, hoe die erop stond, of die het zelf had moeten waarnemen. Maar los daarvan, die jongen die achter de VAR zat, die Teuber, ja... Het is niet de eerste keer overigens, ik heb hem daar wel vaker op betrapt. Dat wil niet zeggen dat hij dit bewust doet, hè? Dat bedoel ik niet. Maar is we dus gaan niet aan complottheorieën nu beginnen. Nee, maar dat heeft helemaal geen zin, maar is dus gewoon niet geschikt als VAR, als je dit soort dingen niet ziet. En misschien zie je het wel, maar niet roept dan, dat is nog veel kwalijker. Dan ben je dus niet geschikt om de functie van VAR in te vullen.
We zijn allemaal blij met de VAR. Nou, niet iedereen, maar ik ben blij met de VAR. Omdat je juist dit soort dingen er dan uithaalt. En natuurlijk is er wel discussie. Zal er altijd wel discussie blijven. Maar volgens mij was dit niet eens een punt om discussie over te hebben. Was dit gewoon een penalty. En dat is wel weer makkelijk dat Go Ahead dan roept van... Ja, de goal is onthouden. Daar moeten we nog in. Hè. Ik bedoel, dat is een andere fase. Maar ja, ze hadden hem moeten krijgen. Ze hadden hem moeten hebben. En Ajax komt daar gewoon goed weg. Ja. Goede conclusie in ieder geval. Hey, dan staan er vanavond, tenminste vandaag, nog vier Eredivisie wedstrijden op het programma. Ik ga ze even noemen. Heerenveen Groningen. Ja, derby van het noorden. Hij is er weer natuurlijk. Almere City tegen FC Twente. Feyenoord NAC Breda en Fortuna tegen PSV. Naar welke wedstrijd kijk jij het meeste uit, Chris? Als ik er één uit moet kiezen, toch wel Heerenveen Groningen, denk ik. Omdat dat toch altijd wel een aparte wedstrijd is. Je natuurlijk de laatste twee wedstrijden van Heerenveen in je geheugen hebt staan. En ik heb begrepen dat ze gewoon weer hetzelfde gaan doen. Dus ik bereid me voor op een hoop goals. Of dat nou voor of tegen is. Maar je weet dan dat Heerenveen is gewoon nog niet toe aan de manier van spelen zoals Van Persie dat ziet. En daar gaat Groningen wel van profiteren, denk ik. Wat niet wil zeggen dat Groningen wint, want Heerenveen heeft voorin ook kwaliteit. Dat wordt een interessante wedstrijd. En dat zijn ook altijd wedstrijden die op het scherpst van de snede zijn. En daar hou ik wel van. Gewoon een beetje spanning in zo'n pot. Niet weten wie de winnaar wordt. Want dat heb ik dan bij Fortuna PSV aan het einde van de dag wel. Dan denk ik van dat hoef ik niet te zien. Want er wordt toch 0-3. Bij wijze van spreken. Bij Feyenoord NAC hoop je dat. Maar weet je dat niet of dat in de situatie is. En meer hoop voor Feyenoord. Ik bedoel, Feyenoord thuis tegen NAC. Ja, dat voor mij de laatste die ik me herinner was die bekerwedstrijd. 7-0 of zo. En dat zou normaal gesproken ook zo moeten zijn. Maar ja, je weet niet hoe Feyenoord reageert op die tik van de week. Ik heb één tip voor ze. NAC is geen Leverkusen. Maar daar vertel ik niks nieuws mee, denk ik. Dus maar goed, ze luisteren wel, dus alle tips zijn welkom. Ja, dit soort wedstrijden moet je gewoon winnen in de Kuip. Maar ja, ze hebben dit seizoen al laten zien dat ze dit soort wedstrijden niet zomaar winnen. Hè? Willem II heeft daar ook gelijk gespeeld. Dat is toch een vergelijkbare ploeg met NAC. Dus PSV die zal wel weer verder door de competitie heen wandelen. En dan rustig op het gemakje de punten binnenharken. En dan hebben we er nog één, zei je, Twente volgens mij. Ja, klopt. Twente op bezoek bij Almere City. Ja, een tricky wedstrijd. Moet Twente wel winnen. Zeker gezien de matige start die ze hebben. En Almere is volgens mij ook een van de ploegen die bij die onderste drie gaat spelen. Maar hij is wel lastig hoor. Uit bij Almere moet je wel, dan moet je altijd 100% gefocust zijn en een vroege goal maken, zeg ik altijd maar. Dan zit je goed in dat soort wedstrijden. Maar lekkere zondag, leuke potjes volgens mij. Ja, en, maar ook nog lekker weer. Dus er moet ook nog wat in de tuin gebeuren. Kijk eens aan. Ja, dat is ook belangrijk natuurlijk. Als je maar zorgt dat je om 5:30 misschien klaar bent. Want dat is eigenlijk de wedstrijd waar ik het meest naar uitkijk. In het buitenland in ieder geval. In de Premier League hebben we Manchester City tegen Arsenal. En daar ga ik ook wel even voor zitten. Ik weet niet of jij dan nog in de tuin bezig bent. Ik maar, zorg dat de codifier bijgeknipt is op het moment dat het 5:30 is. Dan kunnen we aanschuiven. Precies. Gaan we morgen natuurlijk uitgebreid op terugblikken in VI Uncensored om 2:00. We hebben ook nog... om 10:00 een rondje Eredivisie. Dus dan komen ook de wedstrijden van vandaag natuurlijk uitgebreid aan bod. Wil ik jou bedanken voor nu, Chris. Zeg ik succes in de tuin en tot ZSM. Graag gedaan.